mensen doen hier zo moeilijk over. Terwijl het gebeurde aan de lopende band. Alleen die mensen deden het niet met camera's erbij. Wij! Oh, dit is echt irritant. Wij zitten dit jaar in Expeditie Robinson en vertellen je in After Expeditie alle ins en outs, juicy details en reageren op controverse. Mooi gesproken. Laten we beginnen met de vorige video waar jullie vragen onder hebben gesteld. En die beantwoorden wij getweelijk. De eerste komt van Esther Zomer. Jongens, als er iets heel ergs is gebeurd met een familielid terwijl je op dat eiland zit, hoe gaat dat dan? Of vertellen ze je helemaal niks? Ze vertellen je in principe helemaal niks. Tenzij er iets gebeurt dat zo erg is waarvoor je misschien terug zou moeten of willen. Ja, ik denk dat als iemand dood is dat ze dat wel even laten weten. Ja, dat laten ze wel weten, ja. Dankjewel voor de vragen. Als je er nog eentje hebt, het einde nadert. Dus alles wat je wil vragen, doe het nu onder deze video. Dan ga je even. We hebben vandaag natuurlijk een proef. Ja, wie heen? Ja. En stel je nou voor dat Aquasi geen immuniteit wint. Ben jij met Sherianne met mij mee om op Aquasi te stemmen? Zeker. Ja? Ja, 100%. Als hij immuniteit wint, ben ik aan de beurt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dan maar hopen dat het een zwemproef is. Ja, jij was sowieso lekker direct. En voor het eerst dat Marianne echt blijkt dat ze zegt, we gaan het doen, dat ze het ook echt voor plan is om te gaan doen. Want vaak zei ze, ja, doen we. Dat is toch iets heel anders. Ja, of dat je dacht, zo van, ja, ze zegt dit, maar die gaat natuurlijk iets heel anders doen. Vertelt ze gewoon precies de waarheid. Ja, je weet dat het gewoon nooit. Inderdaad. Ja, dat was geweldig. Maar ja, volgens mij heel logisch en goed dat jullie dat zo bespraken. En dat is wel vals dat hij nog zegt, ik hoop dat het een zwemproef is. Ja, maar ja. Ach, die arme Aquas. Oké, ik ben nu officieel medeplichtig. Oh, Sherry, ik weet niet of ik dit aan kan, of mijn hart het aan kan. Heeft u nog één? Hij komt eraan. Wat is er nou? Ik vind het niks voor jullie. En ik denk dus ook niet dat jullie het nodig hadden. Nee, dat denk ik ook Want niet. Jullie hadden, je had jezelf, je had Cherianne en je had Marianne in je team. Mensen doen hier zo moeilijk over, terwijl het gebeurde aan de lopende band. Alleen die mensen deden het niet met camera's erbij. Maar is dit vaker gebeurd? Ja. Fien-familie. Waarom is Fien eruit gegaan? Waarom hebben die zich verrekend? Omdat Fien, Aquasi en Yvette in Mariana's tas hebben gekeken, maar daar waren de camera's niet bij. Dus hoe hebben ze zich dan verrekend? Want als omdat, Mariana één stem had begraven. Op het strand? Ja, maar ja, weet ik veel. Of gewoon, die had één stem verstopt. Maar Mariana, die is hartstikke slim, joh. Dus die wist van dat gebeurt. Mensen kijken in elkaars stemkokertje. Oh, bizar. Ik heb er nooit over nagedacht. Ik denk, die leg ik gewoon in dat ringetje. Kan dat nooit fout gaan. Mariana, eerlijk spelen. En dan had ik hem en toen mocht het niet. Een touwknoop. Ik snapte er niks van. Ik denk, als ik dat gewoon aan flarders ruk met mijn tanden, dan is het goed. Mariana, niet bijten in het touw. Dat is toch niet zo raar? Dan denk ik, ja, tuurlijk zit Mariana weer met haar tanden. Dat is heel raar om te doen. Maar het is een vrouw van bijna 60. Ja, en die wordt als een kleutertje op de vingers getikt. Ja, maar dat is toch met dit hele programma. Het zijn allemaal volwassenen. Ja. En die koppen die ze ook elke keer trekt. Nou. Oh, ik moest zo hard lachen. Wat een topwijf. Maar zagen jullie tijdens die proef dat ze het aan het doen was? Nee, wij hoorden het. Wij hoorden het. Mariana die met je daarbij ook zo, really? Wat zit ze nou te ja, doen? Ja. Ongekend deze vrouw. Nooit saai. Ik heb even gekeken naar jullie tweets. Hier, op het tweede scherm. Hashtag ER19, hashtag Expeditie Robinson. Heel leuk, blijf tweeten, vinden we enig. Ik zie hier wat vragen. Eva, waarom heb je okselhaar? Ja, waarom hebben mensen okselhaar? Nou ja, het is gewoon zoals het groeit. Een ander ding is dat ik dat ook heel natuurlijk vind. En nee, het is niet onhygiënisch. Ik vond nog wel mee van hoeveel haar je had. Wanneer was dit? Wat gebeurde er met je dat je opeens in deze vibe raakte? Nou, ik zat alleen nog met Aquasi en Mariana op het kamp. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon in de biecht zitten en mezelf even vermaken, toch? Dus ik heb tegen de cameraman gezegd, joh, ik weet hoe het werkt. Ga lekker wat voor jezelf doen. Ja. Hup, cameraatje op rek. Ja, precies. Ik heb daar denk ik 1,5 uur met het tweede scherm gezeten. Ja, je moet het een beetje leuk maken, toch? Hoe zijn de reacties op je ook zwaar? Nou, heel veel vrouwen en sommige mannen die vonden het een heel goed relaas. Die vonden het heel erg leuk. En er waren ook mensen die zeggen, ah, gadverdamme, vies peuk. Ja, joh, dat interesseert me geen hoe. Nee. What's going on? We hebben een tropische storm. Dus ja, lekker de laatste 2 dagen heb je dit. Shit is real.
helemaal dicht. Ja. Was hun hut ingestort? Zijn ze dan? Een deel van het dak was weg. We kregen veel vragen ook over dat cameraatje wat Hugo had. Ja. Dat is de bushcam. Elke nacht wordt er om een boomstam wordt er een camera heen gebonden. Mocht er iets gebeuren 's nachts. En Hugo dacht, wow, what the fuck, het is zo heftig deze storm. Ik pak hem, media maken dat het is. En ik ga mezelf filmen en de hele situatie filmen. Dus er is eigenlijk geen vlogcam. Maar hij heeft het dus gepakt om tv te maken. Echt goed. Ja. Eigenlijk vraag jij nu aan mij om samen Marianne eruit te kieperen en op jou te vertrouwen en dat wij dan samen de halve finale gaan. Wij hebben een meerheid van de stemmen. Jij zet 2 stemmen in, ik zet 2 stemmen in. Dan is dat het. Maar ik vind het Akwasi echt heel erg. Tegelijkertijd ben ik ook niet bang voor Akwasi. Want als er een heel stuk zwemmen bij zit, dan zwem ik hem eruit. Niet zo met je handen achter je rug staan als een bobbel, alsjeblieft. Dat laatste moet je even uitleggen. Ja, dat was zijn koosnaampje voor mij. Bobbel. En wat betekent? Bobbel betekent sukkeltje. Maar wel mooi dat zowel Marianne als Akwasi naar jou toe komen op een soort van audiëntie om jou te overtuigen. Ja, ze hadden ook samen kunnen besluiten om mij eruit te kieperen. Behalve dat dat niet kon, want Sherrianne en ik hadden samen te veel stemmen. Dus ze kozen eieren voor hun geld. Ja, dus of Marianne of Akwasi was sowieso al. Ja, precies. Ik kon er niet uit. Nee, je was gewoon de baas van het eiland. Sergeant Koorman! Elke week kijken we natuurlijk even wat er is gezegd op Twitter onder hashtag Expeditie Robinson. En je kan je voorstellen dat ik daar zelf niet zoveel zin in had gisteravond. Jij kijkt nooit, hè? Dit is het enige wat je ziet. Ja. Ja, Chemistry Cat. Ja, je zinkt echt heel diep als je de stemmen van een ander gaat tellen door in zijn tas te kijken. Nog nooit meegemaakt. Laat hen alsjeblieft niet winnen. Hashtag Expeditie Robinson. Nou, ik zal je zeggen, aan de lopende band kijken mensen in elkaars stemkokertjes. En jij zegt, ja, ze doen het stiekem. We deden het met camera erbij. Nou, maar en... die, wel zonder Akwasi erbij natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Vette Sjaak. Dankjewel, Vette Sjaak. Niemand op Twitter, ...... Eva K, ook zo haar. Ja! Yay! Ja. Het is wel leuk dat ik ook toevallig vandaag een harig truitje aan heb. Ja. Ze heeft het allemaal opgespaard en op een truitje geplakt. Ja. Ik hou van deze vrouw, zegt hij er ook nog bij. Hashtag Expeditie Robinson. Ik hou van jou, Vette Sjaak. Volgende! Wederom! Jezus, Vette Sjaak heeft een hoofdrol in deze... Je gaat viral! Hashtag Expeditie Robinson ronde. Het moment dat je erachter komt dat Yvette in de finale van Holland's Next Topmodel stond en dat Mariana in de jury zat. Hashtag Expeditie Robinson, hashtag Island. Praat. Ja, die kennen elkaar dus al. Mm-hmm. Stef, die zegt, ik vind dat hele finalisteneiland maar niet. Waarom niet? Denk je? Te veel? Eten? Ja, het is natuurlijk, ja, ik denk dat dat het is. En zeker omdat Hugo er al, hoe lang zit hij al? 12 dagen of zo? Langer. Ongekend. Jane Schoenmakers, nog een tweetje. En dan weet ik het al, dit wordt iets sadistisch. Maar lieve Eva, dit hele programma is toch gewoon sadistisch? Ja, Jane, dat is helemaal waar. Spijker op het kopje. Pim, 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 pim. Reclame. Vorige week hebben wij de weggeefactie gedaan met de plank. Wij vroegen aan jou, volg ons en reageer met iets gezelligs onder een foto van ons op Instagram. De winnares van deze snijplank is... Nienke Hoogendijk. Ze zegt zelf, ik heb er alles voor gedaan. Dat hebben we gezien, Nienke. Deze is voor jou. Komt iedereen toe. Stuur mij even een mailtje, frank@3fm.nl met daarin je adresgegevens. En dan sturen wij hem naar je op. Lekker snijden. De bordjes, wie of wat? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Ik lees een stelling voor en wie past er beter bij, Frank of Eva? Wie was als kind al geschikt om mee te doen aan een programma als Expeditie Robinson? Oei, 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 dat vind ik nou, een goede ik niet, vraag. Hoor. Hoezo niet? Dan moet je Frank doen. Ja. Nou, ik was wel stoer, maar sociaal, dat was, had echt niet opgeschoten. Want? Als mensen tegen me gingen pesten of zo, dan ging ik gewoon altijd huilen. Oh. Ja, altijd maar gewoon zo doorstaan. Zo, oh, okay. Ja, schat me maar, doe oh, nee, maar ik dan. Had zo'n knal voor een as gegeven. Ja, precies. Volgende! Wie heeft er wel eens vals gespeeld tijdens een proef? Eva. Eva. Dat was met de blokjesproef en dan moest je een ding losdraaien. Maar je mocht alleen maar draaien als je toren erop stond. Ja. Toen viel mijn toren om en toen dacht ik, oh, dan ga ik hem heel snel nog een slinger. En toen was het zo, Eva, blablabla. En toen kreeg ik op mijn donder. Ik zei, ja, sorry, ik denk ik probeer het ook gewoon een keer. Dus maar ik heb het wel een keer hoeft u niet terug te draaien? Ja, wel. Je moest hem terugdraaien? Ja, ja, ik moest hem terugdraaien. Oh, wat gierig. Ja. Nou, Eva dus. Ja, ik... Wie heeft de meeste verwondingen opgelopen op het eiland? Ik heb mijn handen echt verbrand, jongen. Weet jullie het nog? Kst.
En dat ik dan hing met de touw om mijn nek. Nou ja. Laatste. Wie kan niet wachten tot expeditie weer voorbij is? En jij zei net toen je hier binnen kwam lopen. Ik ben zo gestrest, jongen. En mensen vinden allemaal dingen. En je krijgt allemaal rare berichten. Ook hele lieve berichten. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Maar mensen die allemaal gekke dingen naar je sturen. Ik krijg er gewoon allemaal de zenuwen van. Ja. Het is zo overweldigend. Het is wel te gek. Maar het is wel echt zoveel. Nog 2 afleveringen heeft. Ja. Dan zit het erop. Wil jij naar de finale van Expeditie Robinson 15 december? Volg dan Frank 3FM op Instagram. Mij, @EvaKoreman op Instagram. En 3FM, @NPO3FM op Instagram. En laat onder deze video een leuke reactie achter. Dus, gefeliciteerd alvast als je hebt gewonnen. En wij zijn er volgende week weer met de allerlaatste normale Expeditie Robinson Aftertalk met Frank en Eva. Tot dan. In de tussentijd like, abonneer en vertel tegen je vrienden dat dit het allerleukste is wat je ooit hebt gezien.